We hadden via via gehoord dat er twee ervaren professoren zich ergens schuil zouden houden. Het is aan u eigenlijk om die twee personen te gaan halen. Hier is de bank. Die foto. Hand omhoog, hand omhoog, hand omhoog. Jullie, hand omhoog. Hele goede avond, Mello. Yo, Talon. Yo, man. Yo. Hey, hoe gaat ie? Ja, gaat zijn gaantje, bro. Gaat zijn gaantje. Ik ben lekker aan het chillen, man. Yes. Lekker, man. Dat is goed om te horen. Wat ben je nou aan het doen? Ik sta even in Grapeseed, man. Ik sta bij een stalletje. Ik even mijn GR 100 stallen in de garage. Ah. Dus. Nou, Mello, in principe dat niets bijzonders is, mag je even langskomen. Oké. Mag even melden. En waar is dat? Oh, dat is, ik zie je even locatie en dan mag je binnen 5 minuten aanwezig zijn. Yes, is goed, man. Hey Mello, tot zo, hè. Yo, tot zo, man. Yo. Tot zo. Yo. Het is weer zo'n feest. Ik probeer net mijn Gerard 100 te parkeren. Dat is een mooie oprit die niet eens van mij is. Hij is wel heel snel. Even kijken, Talon, waar heb jij mij nodig? Oh, wat is dat een kutlocatie, zeg. Dat is echt zo'n locatie van wij gaan jou doodschieten. Maar ik vind het prima. Bro, als we mij doodschieten, dan ben ik in ieder geval van die stondklusjes af. Dus dat is top. Right, we gaan even kijken wat we vandaag moeten gaan tekenen voor deze Syndicate Mafia. Ik moet niet gewoon over rood, dus dat is echt oprecht chill. Dan snij we echt een heel stuk van de route af. Dan kun je hier ook gaan volgen als die geeft 100 trek dit gewoon makkelijk, hè. Kijk dit. Kijk, hij slipt een beetje, maar hij houdt zichzelf wel recht. Dat is gewoon echt top aan deze waggie. Dit hebben we natuurlijk niet gezien allemaal. Met wat hulp ben ik overeind gekomen, dus dit is top. Laten we dus doorgaan rijden richting de locatie. Godsamme zeg. Ik zeg nog tegen jullie, ja, het gaat niet fout gaan met de GR100. En wat ging het? Het ging flink fout. Goed, laten we richting de locatie toe rijden die Talon ons gestuurd heeft. Die zitten namelijk ook te wachten. Het heeft wel eventjes geduurd, ook maar echt een paar minuten. Maar gelukkig had ik nog hem even snel willen ontdekken, dus dat is top. Als je naar hem. Oké, we moeten dus een palettenhout bij houthakker aanwezig zijn. Nemen we deze weg? Nee, we gaan deze weg. Houthakker paletten moeten we aanwezig zijn. Ik heb echt geen idee wat daar gaat gebeuren, jongens. Heel eerlijk. Ik vind het ook een beetje een rare locatie. Ik bedoel, normaal meeten we met hun op Human Labs. En nu moet ik opeens random naar houthakken, zeg maar, toekomen. Dus dat vind ik alleen een beetje raar. Maar we rijden er gewoon. Oh, we rijden er gewoon heen. En in de hoop dat er niks ernstig aan de hand is. En in de hoop dat we natuurlijk ook geen kogel door ons kop in krijgen. Maar we bekijken het ook weer positief. Uiteindelijk, als we nu een kogel door ons kop krijgen, ja, dan zijn we ook af van dit alles, hè. Dan zijn we klaar. Dan hoeven we dus nooit meer voor deze gasten te werken. Dus ik ben er wel een beetje moe van, man. Oké, waar moeten we hierheen? De bocht mee. Wow, gingen we weer bijna, zeg. Oké, hier omhoog. Oké, we zijn er bijna, dat is top. Het is wel echt op een stuk van deze berg dat ik bij mezelf denk van. Ik wil hier niet al te graag zijn, zeg maar, weet je wel. Oké, dus lekker zijn open. And there we are. Ik denk dat dit de boys zijn. Mello, yo. Goedenavond. Goeiedag. Je bent er, man. Ja, het is me gelukt, kerel. Ja, het is je gelukt, we gaan even deze kant op. Yes, is goed. Ik hoor heel veel mensen praten, het is er aan de hand. Ja, dat hoor je zo. Oké. Okay. Even locatie. Hier staan voor zekerheid. Oké. Okay. Mello. Ja. Laat ik zo zeggen, wij hebben weer iets voor jou geregeld. Wat jij kan uitvoeren voor ons bedrijf. Ja. Jij hebt natuurlijk al tot nu toe al veel betekend voor ons, maar ook vooral voor het project. Mm-hmm.
Wat we daarin verder nodig hebben. Uiteindelijk, nadat het project af is, is iets waar wij in groot zin willen investeren. Okay. Dus er moet geld op de tafel gesmeten worden. Om natuurlijk snel mogelijk een groot bedrag aan geld te verdienen, heb ik jou daarin nodig om een overval te plegen. Ik heb hier een koffer bij me. Ja. Even kijken, zo. Aha. Deze koffer zit zit wat spulletjes in. Okay. En een wapen die je kan gebruiken. Mm-hmm. Ik heb een Evercat staan om te vluchten. En ik heb in de twee auto's heb ik drie hostetjes. Oké. Okay. Die hostetjes kan je natuurlijk gebruiken voor de bankcafé. Mm-hmm. Hier in Palito. Ja. Dus eventjes de case even open doen. Oké. Okay. Zo. Alsjeblieft. Dit heb je nodig om succesvol een bank te breken. Oké. En kogels, die zijn niet nodig? Die zit erin, man. Dat komt goed. Oké, top. Loop maar even met me mee. Druk. Oh mijn god, we gaan af. Een bank moeten doen, gast. Oh mijn god, nog met een shotgun van hun ook. Ik heb hier een collega die jou daarin gaat ondersteunen tijdens de bank. Oké. Hij zal deze even pakken. Oké. Okay. En ik heb hier natuurlijk mijn mooie Evercat. Mm-hmm. Je auto mag je hier laten. Oké. Okay. En dan kan je beginnen. Oké, okay, en hij gaat voor ondersteuning mee. Hoezo eigenlijk dan? Hij gaat voor ondersteuning jou daarbij helpen van als het fout gaat. Oké. Okay. Ja, hij heeft ook iets op zak. Dus maak me geen zorgen. Okay. Jij mag gaan boren. Mm-hmm. Eventueel de termiet plaatsen. En het geld pakken. Ja. En het ontsnappen, dat is aan jou om jouw verantwoordelijkheid om dat te gaan doen. Ook met de spullen? Ja. Of je geeft hem aan je collega. Dat is, daar moet je met hem over bespreken. Okay. Maar het is de bedoeling dat jij daarin ter bewijs. Ja, of om jezelf daarin te bewijzen. Zal ontsnappen. Oké. Okay. Indien het niet lukt, moet even kijken hoe we dat dan verder met jou gaan doen. Oké. Gaat het je lukken, Mello? Of ja, ik stel het nu als een vraag, maar ik ga er natuurlijk vanuit dat het sowieso gaat lukken. Zeker, tot aan de overval gaat zeker lukken. Ik denk alleen wel dat ik de spullen wel gewoon aan jouw collega ga geven voordat ik vertrek. Nou, in ieder geval als je zelf maar ontsnapt, dan vind ik alles goed, want we hebben jou nodig voor de komende tijd. Ja. Dus niet dat je opgepakt wordt en jou niet meer in het project kunnen. Ja. Oké. Okay. Daarin kunnen helpen. Oké. Je mag op de Evercat stappen. Mm-hmm. Mijn collega's gaan met jou mee om de hostetjes te droppen bij de bank. Die is in Paletta, neem ik aan, hè? Ja, die pak je in Paletta. Inderdaad. Oké. Okay. Collega's, dan kunnen we beginnen. Yes. Jullie mogen met Mello meerijden, ligt in de bank. Postjes droppen en dan kunnen ze beginnen. Succes! Oh mijn god, jongens, dit is iets wat ik niet fijn vind. Kijk, weet je wat het punt nu is, weet je? Ik vind het helemaal prima om dat te doen, hè? Ik ga deze bank doen. Er gaat niet heel veel gebeuren. Alleen, ik voel het niet om die spullen op mij te houden, terwijl ik ga vluchten. En ik ben ook bang dat het mijn dood gaat zijn op het moment dat ik die spullen kwijtraak. Wat natuurlijk vrij logisch is. Als wij die spullen kwijtraken, zijn hun natuurlijk gewoon boos over het feit dat ik die spullen ben kwijtgeraakt. En dat snap ik ook allemaal heel goed. Ja, klote man. Dus hij gaat dus met mij mee. Okay, misschien moeten we even wachten op hun. Ja, inderdaad. Okay. Maar we moeten dus die bank overvallen. Ik denk wel dat ik voor ontsnapping de spullen aan jou aan ga geven. Dit moeten we dan wel even onder lood doen, man. Dus op het moment dat we echt groen licht krijgen, geef ik de spullen aan jou.
Ik heb geen zin om jullie spullen zomaar te verliezen. Let's go. Volgens mij waren ze naar beneden. Waar rijden ze? Oh, jee. Zo, die man rijdt even zo gek, zeg. Oké, there we go, jongens. Tijd om naar de bank toe te gaan. Dit zijn onze boys die echt al aan zitten, hoop ik. Nou, het zal wel. We rijden gewoon richting de bank toe. We gaan die overval starten door te hacken, denk ik. Van meteen, toch? Ja, dat is dus het punt. Ik heb nog nooit een overval gedaan in Future, dus ik zou echt oprecht niet weten hoe ik dit moet doen. Ik denk dat ik gewoon erheen moet lopen naar dat punt waar ik hem kan hacken. En dat ik dan erop druk. Oké, pak jij de worsteltjes dan? Ja. Oké, holy shit, waar moet ik heen? Ik weet niet eens waar ik heen moet, maat. Custom office, als ik nou even... Nu pak ik die shotgun. Hier denk ik, dat is kluis. Ik weet niet waar ik moet zijn, man. Hier? Nee, hier moet ik ook niet zijn. Ah, hier al. Dit is de kluis. Moet ik dan hierop doen? Of wat is het probleem? Hoe start ik dit? Moet ik hier een termiepot plaatsen? Ik weet het echt niet. Oké, misschien ben ik een klein beetje een sukkel, maar hoe start ik dit? Ik echt achter een computer of zo, man. Je ziet een bom zo. Wat moet ik doen? Moet ik meteen die hacktoestel hierop zetten of zo? Nee, je moet hier. Ja. Die gaat niet open. Deze deur. Normaal kan je hier termiet plaatsen. Op die deur? Ja, met de alt-skieren. Je bent geen bedrijf. Oké, ja toch? Is goed. Oké, dit is gelukt. Ja, ik weet dus echt niet hoe dit werkt, man. Ik ben oprecht echt een sukkel met dit. Oh, voice change of gezicht. Oké. Is hij nu open dan? Waarom duurt het zo lang? Oh, style niet uit, weet je toch? Dit is wel lang. Klopt dat het zo lang duurt? Oh, man. Doet het niet. Ja. Oké. En dan hier denk ik ook eentje op. Of hier. Termiet plaatsen. Oké. Hier heb ik twee termiet voor gepakt. En dan komen we hier wel eens goed bij de kluis, denk ik. Oké. Laten we wel ons... Oh, ik pak ineens een random porta. Ik moet natuurlijk gewoon die shotgun vasthouden. De politie is hier, dus dat is ook duidelijk. Shotgun.